Woensdag 8 augustus en ik ben in Noordhoorn. Zeg ik het goed? Norma Miedema. Ja, je zegt het helemaal goed. Noordhoorn, Groningen. Goed, ik ben bij Norma Miedema. En voor de luisteraars die dit niet weten, Norma, jij woont op een boerderij en jij vangt dieren op. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Want de luisteraar thuis denkt nu onderweg of op het strand, terwijl ze lekker aan de wijn zitten of wat dan ook. Wie is Norma? Nou, ik vang al 27 jaar dieren op. En nu redelijk grootschalig ook. Het is wat opgeschaald naar een hoger niveau, zeg maar. Maar ik ben eigenlijk de absolute laatste kans voor ze. Dus als het nergens anders meer lukt, dan mogen mensen mij benaderen. Dus de meest getraumatiseerde honden die niet meer gesocialiseerd kunnen worden. Of katten die gewoon die of nierproblemen hebben, of aids hebben, of VIP hebben, of heel veel met blaasverlammingen, verlammingen en dat soort dingen. Dus problemen met ontlasting. En dus echt het lastigste van het lastigste komt hier. Ik vang natuurlijk ook heel veel jongspul op. Ja. Dus kittens en dat soort dingen. Meestal zoeken we daar dan toch zorgmoeders weer voor. Dus die gaan dan weer verder naar andere opvangen. Want ik doe zelf niet aan adopties. Dus mensen kunnen absoluut niet adopteren bij mij. Alles wat nergens anders terecht kan, dat komt hier. Dus ik ben de laatste optie. Nou ja, Norma, ik zal het even omschrijven. Ik kwam naar jou toe rijden. Het is niet makkelijk te vinden, de boerderij. Het ligt een beetje achteraf, dus dat is al heel fijn. Ik werd begroet door een hele hoop honden. Die heb je uit Roemenië gehaald. Die komen over de hele wereld. Ook uit Nederland, overal. Ja. En ik heb honden gezien die met een rolstoeltje lopen. Ja. Die honden hadden eigenlijk afgemaakt moeten worden. Ja, nou ja, vaak hebben ze het ook een heel medisch traject gehad. En dan zijn er toch mensen die zeggen van nou, goh, gaan we het een kans geven of gaan we het niet een kans geven. En omdat het is wel een beetje mijn... Ik heb 7 honden die dwarsleesjes hebben. Of die op wat voor manier dan ook, maar niet meer kunnen lopen. Of het nou neurologisch is of door botbreuken of wat dan ook. Maar goed, het zijn 7. Over het algemeen zijn er wel meer honden in rolstoel, alleen die hebben toch wat minder. Hè? Bij een hond is een verlamming, hangt er heel erg vanaf het inwendige zeg maar ook meedoet of niet. Dus met ontlasting en met plas en dat soort dingen die je eruit moet drukken. Dus ook daarin heb ik weer zeg maar de ergste. Weet je, nou denken mensen, je zegt eruit moet drukken. Ik ben met jou nu de boerderij even doorgegaan. En sommige dieren help jij inderdaad met hun ontlasting. Ja. Want die kunnen helemaal niets meer. Nee. En dan, dat is bijzonder, Norma. Je bent een bijzonder mens, hè? Ja, nou, ik vind ontlasting een van de schoonste dingen die er is, feitelijk. Want je stopt er heel goed eten in. En het blijft gewoon allemaal inwendig en het komt er weer uit. Dus het komt met helemaal niks schoors en smerigs in aanraking. Dus feitelijk is het gewoon een enorm schoon proces. Ik heb iemand naast jou ook staan, Nicole de Bouffry. Nicole, jij bent met me meegegaan, want wij dachten we gaan Norma eens even in het zonnetje zetten. Ja, mooi hè? Ja, ja maar jij kent haar al veel langer. Ja, wij hebben wel wat links en rechts gestreden. Ja. Ja, we hebben wel Facebook lawaai gemaakt. Ja. Okay. Dat hebben we goed gedaan. Okay, want een paar jaar geleden, Norma, is je andere huis afgebrand. Ja. Dat was dramatisch. Ja, dat was dramatisch. Dat was, er zijn ook heel veel dieren omgekomen. Er was in één keer ben ik alles kwijtgeraakt. Gewoon, gewoon echt alles. Ja. Behalve dan de kleren die ik aan had. En wat er nog in de tuin lag toevallig. Maar verder zijn natuurlijk wel heel veel dieren hebben het wel gered. Maar er zijn in totaal 23 katten verbrand. 2 honden verbrand. Ik denk tussen de 60 en 70 vogels. En 120 vissen. En met vissen heb ik dus net zo'n band als met andere dieren. Ja. Dus ja, dat heb ik gezien. Ja. Ja, en weet je wat ik... toen kwam er een enorme actie op. Nederland zag Norma Miedema hier in Friesland. Ja, nou, dat was echt heel bijzonder. Ik had Lorette Schrijver had net bij weet ik veel van Linda de Mol toen een geldbedrag voor me gewonnen. Ja. En dus ik was net een beetje in het nieuws. Ik had een boek gepubliceerd waardoor ik een beetje in het nieuws was geweest. En toen ging dat branden en het was natuurlijk een enorme, het was ook een enorme brand. Het was, het was het ongekend. Gevolgd, het was ongekend. Ja. Ook omdat de gastoevoer, dat was een fout van het gasbedrijf, die stopte niet. Dus
Het heeft nou, de vlammen waren onvoorstelbaar hoog. Dus het was, godzijdank om het zo te zeggen, een beetje komkommertijd. Ja. Dus het kwam in het 8-uur-journaal. En Lorette Schrijver heeft toen vooral heel veel gedaan. Hè. Ook bij Radio 538, bij Show News, bij Boulevard. En toen zijn er onvoorstelbaar veel acties gedaan. En ik denk dat ik, dat is misschien wel heel arrogant, maar ik heb ook heel veel aan mezelf te danken. Ik had natuurlijk al redelijk veel volgers op Facebook. Maar Norma, ik vind jou een engel. Oh, kind. Ja, dat vind nee, maar wat, waar het dus om ging... Ja, dat vinden we allemaal, want ik heb hier gekeken. Maar maak je verhaal af. Nou, het was dus gewoon zo. Kijk, vanaf het eerst, ik moest daar weg van de gemeente, omdat er asbest vrijgekomen was. Toen heb ik gezegd, het leger krijgt me hier niet eens weg. Dan moeten jullie gewoon echt gericht gaan schieten, mij doodschieten, want je krijgt me hier niet weg. Er kwamen namelijk nog dieren terug. Ik heb daar dus 6 maanden gewoon op een afgebrand stuk terrein in die piepenwagen, die daar nu staat, heb ik daar gewoon onder de meest extreme omstandigheden, want het stormde, het regende, het was bloedje heet, het was extreem, om te doen wat ik moest doen voor de dieren. Dus ik heb alles, het hele gezin gewoon draaiende gehouden, ondanks mijn eigen gigantische trauma en het gigantische verdriet. Ja. En ik ben gewoon heel eerlijk naar de mensen naar buiten toe geweest. Wat je ziet is wat ik ben. What you see is what you get. Ja, maar ik ga me ook niet veranderen. Want je wil niet weten wat een aanbiedingen voor reclame ik ook heb gehad. Als ik die kleertjes mocht ik allemaal nieuwe kleren uitzoeken. Maar dan moest ik bij elke post zetten gekleed door die en die. Daar ben jij geen type voor. Heb ik ook gewoon pertinent niet gedaan. Op een gegeven moment kreeg ik een voorschot van de verzekering. Want je moet weer wat dingen kopen enzovoort enzovoort. Van 5000 euro. Die heb ik op de stichting gestopt. Waar moet ik met geld man als mijn gezin? In op de brandrest leven. Maar nou noem je iets heel moois, Norma. Inderdaad, jij hebt een stichting, dat weet niet iedereen. En dat ga ik ook op onze Facebookpagina van 6FM in Business ga ik dat noteren. Want jij kan best wel wat giften gebruiken. Want we hebben nu een hele warme zomer. Ja. En jij vertelde net, Yvonne, ik heb gewoon 650 euro aan... Ah ja, looien, middel, ontwormen. Dat is elke maand. Ja, en wat dacht jij van, kijk, we moeten nu het hele jaar, hele zomer bijvoeren, omdat er geen gras groeit. Ja. Dus we hebben allemaal kuil laten komen. Met de hitte heb ik ze veel meer op stal, omdat ze buiten verbranden. Dus je hebt gewoon veel meer stro. Ja. Nou, je hebt ik heb het gezien dat de stro binnenkomt. Ja. Dat is ook elke maand. Ja, plus dat ik heb nog nooit zo'n extreme lente met opvang gehad. Het is... onvoorstelbaar veel lammetjes, de ergste aandoeningen, aangevreten door ratten. Het is ongelooflijk wat er dit jaar allemaal... Binnen is gekomen. Ja, onvoorstelbaar. Het is ook heel veel wat het niet gered heeft. Maar zit ook wel iets goeds aan, weet je. Je kunt niet alles redden. En zodra ze binnenkomen, het eerste wat ik doe is ik spuit ze voor pijnstillers, zodat ze in ieder geval geen pijn hebben. Je geeft ze te drinken, je geeft ze vaak melk natuurlijk, omdat het allemaal kleintjes zijn. Je houdt ze vast, ze zijn veilig. En als ze het dan niet redden, dan hebben ze tenminste die warmte nog gekend. En ik moet je zeggen, het is voor mij wel heel zwaar hoor. Als er dan eentje doodgaat, dan... Dat went nooit, hè, Norma? Nee. Oh, en ik was zo vreselijk in tranen, want dan probeer je het nog. En dan moet je nog dit, dan moet je nog dat. Officieel mag ik geen medische ingrepen uitvoeren. Maar dat is natuurlijk ons, en dat doen we allemaal. Dat doet elke opvanger, want anders kan het helemaal niet. Nee, je kan niet continu de dierenarts ook betalen en langs laten komen. Dus je hebt het me net verteld, iets hechten kan jij ook. Ja, nou, je kan alles wel. Als je zegt, ik kan alles wel. Kijk, ik heb het natuurlijk ook het meest geleerd in Griekenland, waar er helemaal geen dierenarts waren. Dan moest je gewoon allemaal ondertussen zelf doen. Luisteraars weten het niet, maar worden we een beetje omvergelopen door een prachtig paard. Ja. En dat is? Dat is Maya. En Maya is een oud manegepaard. Die moest als dank voor al die jaren trouwe dienst, moest ze naar de slacht. En, ze heeft een doorge... ja, ouderdom. De rug, hè. Maar zij is hier dus met pensioen. En toen er dus een... we hebben haar gewoon voor de vleesprijs gekocht. Want die mensen wilden haar beslist aan de slag doen. Dus toen hebben we haar gewoon gekocht. Ze heeft nog in Feyenoord gewoond een week. Want die mensen konden niet een week wachten tot we hier naartoe verhuisd waren. Dus zij is nog... En dat is ook... uiteindelijk komen de dingen toch zoals ze moeten komen. Hè? Dus dat was ook gewoon heel goed... Dat zij, want zij heeft Janij, mijn andere blinde papa, begeleid in het transport hier naartoe. Maar goed, zij is
Dus toen dacht ik, goh, een gezond paard, een leuk paard, kan ik zelf misschien nog eens een ritje doen. Nou, nee. Nee. Maaije is met pensioen. Ja, ik zie het. Ze heeft een doorgezakte rug. Ja, maar ze stapt ook mooi de hele dag een beetje rond. Dan gaat ze wat recreëren in de bak. Dan gaat ze, als we s'avonds daarbuiten zit ik dan een biertje te drinken. Dan komt ze er gewoon bij liggen en dan komt ze er zo bij, mooi bij hangen. Norma, je bent een hele bijzondere vrouw. Ik ga het afronden. Ondertussen heb je een heel groot varken. Ik durf niet te zeggen tussen je benen. Ja. Ja. Norma, waar kunnen de mensen jou vinden? Ik heb een Facebookpagina. Gewoon ikzelf, zeg maar Norma Miedema. Ja. En ik heb ook een pagina Normas Universum. Dus, en ik heb een website. www.normasuniversum.nl. Daar kunnen mensen me vinden. Ze wil gewoon wat lekkers nu. Ze baalt dus echt enorm. Ja, maar volgens mij tussen je benen. Ja, ik weet niet wat ze aan het doen is hoor. Maar Norma, mensen kunnen boeken kopen van je. Mensen kunnen geld storten. Al is het maar 5 euro. Je bent met alles altijd blij. Ja, elke euro telt gewoon. Je moet je voorstellen dat je soms een dier kan redden met 5 euro aan penicilline. Nou. Juist. Norma, dankjewel. Dankjewel dat ik hier mocht zijn. Ik vind je heel bijzonder. Ik hield al van je. Ik help jou al. En ik ga proberen dat er heel veel luisteraars met mij meedoen. Oké, nou, helemaal super tof. Dankjewel.